Welkom lieve Steenbok, dit is een reading voor jullie, een speciale. Omdat ik heel erg dankbaar ben dat jullie mijn kanaal zo massaal hebben gesteund. Dat jullie zoveel feedback geven. En dat jullie mij hebben gebracht naar waar ik nu ben. Wilde ik gewoon iets speciaals voor jullie doen. Dus ik ga jullie nu iets extra's geven en dat is een sneak peek in 2021. Dus we gaan kijken naar het nieuwe jaar, wat de eerste 2 weken voor de Steenbok mogen betekenen in het jaar 2021. Als je nieuw bent op dit kanaal, van harte welkom. Kijk of dit gaat resoneren. Als het zo is, dan mag je natuurlijk liken of je abonneren om niks meer te hoeven missen. Resoneert het niet, kijk dan eventjes wat voor sterrenbeelden je nog meer in je ascendant hebt. Wellicht dat die lezingen wel beter met je corresponderen en resoneren. Spirits, wat moet onze steenbok weten voor de eerste week van 2021? Ik zie hier al meteen een slang, dus je gaat transformeren. Dat is heel mooi. Die ook nog. En dan hebben we hier de Keepers of the Light Oracle deck. Dat is een heel spiritueel deck. Spirits. Wat moet de boogschutter? Oké. Het kan zijn, lieve steenbok, dat jij boogschutter in je ascendant hebt of dat je te maken hebt met de boogschutter. Wat moet de steenbok weten voor begin 2021? Wat is dan de energie voor de eerste en tweede week van 2021? Spirits voor de steenbok. Wat moeten zij weten? Deze moet er ook uit. En oké. Gaan we eens kijken. Ik zag dezezelfde kaarten. Een paar dan. Twee van deze kaarten zag ik terug bij de vis. En bij boogschutter. En bij de leeuw. Dus misschien dat je dat in je ascendant hebt of dat je daar in connectie mee staat. We gaan beginnen met de Amazone kaart. Nou, wat ik zei, van ik zie hier die slang, dus het staat voor transformatie. Dus je gaat zeker een transformatie door, lieve steenbok. Ik voel me diep verbonden met de wereld. Ik ben vitaal. Ik vind wegen om samen te werken in plaats van confrontaties aan te gaan. Dus je gaat samenwerken. Volubilis. Er staat bij, ik doe alles georganiseerd en efficiënt. Nou, ik zal niet anders verwachten van een steenbok, eerlijk gezegd. Ik verwerf spiritualiteit met alle aspecten van mijn leven. Ik kan zowel creatief als gelukkig zijn. En ik heb hier Taormina. En daar staat bij, ik verzet me niet tegen verandering. Dus dat is die transformatie die gaat komen. Verandering kan tot creativiteit leiden. Ik kan vertrouwen op mijn krachten. Dan hebben we hier Melzediek. Hogere wetenschap. Je hebt wijsheid en je hebt geleerd vanuit ervaring. Meer innerlijke studie is nodig voor verdere progressie. Dan hebben we hier Mahavatarbabaj. En er staat bij soul expansion, dus zieluitbreiding. Je gaat heel bewust je ziel uitbreiden. Jij begrijpt de connecties. Tussen alles, alle dingen, tussen alle dingen, mooi. Dan hebben we hier nog de heilige amethyst. Dat is de goddelijke alchemie, of de universele alchemie. Jij kan
gloreren. En je kan alle uitdagingen aangaan. Focus je op wat jij graag wenst. We hebben hier Saint-Germain. Je moet je karma loslaten. Ga boven iedere drama staan. Creëer je eigen pad. En maak ruimte voor nieuwe en goede energie. En aartsengel Michael. Heb vertrouwen in het universum, heb vertrouwen in de hemel, in het goddelijke. Je bent beschermd. De engelen staan vlakbij. Geef je over. Maak je geen zorgen. Dan kunnen mirakels naar je toe komen. Prachtige kaarten. Spirits, wat moeten wij weten voor onze steenbok voor de eerste week van januari 2021? Dus de eerste week van het nieuwe jaar 2021. Wat moet de steenbok weten? Wat is de energie die er dan is voor de steenbok? Laat eens zien wat voor boodschappen ik mag brengen aan de steenbok. Dat was heel snel. Justice. Nou, dat is balans. Kan zijn dat jij tweeling. Kan zijn dat jij tweeling in je ascendant hebt, maar ook zeker de weegschaal. Kan ook zijn dat je natuurlijk in connectie staat met een tweeling, want een tweeling komt niet voor niks uit mijn mond. Jij wil graag balans hebben, balans in het leven, dingen kunnen doorzien, warmte zoek jij. Je wil zorgen voor je welbehagen, je wil warmte voelen, je wil je goed voelen. En dat ga je doen door in je eigen kracht te staan. Ook wil jij graag balans hebben op het liefdesgebied. En die ga je ook krijgen met de twee van bekers. Dus je gaat in ieder geval de liefde ga jij krijgen in 2021. Misschien heb je die al ontmoet. En dat zich nog verder gaat uitbreiden. Ik zie heel veel spiritualiteit op terugkomen. Die handen hier zo die licht geven. En dan zo dat verlichte driehoek. Ik zie ook die verlichting hier van het universum. En dan hier ook van op die twee bekers. Dus warmte, veel liefde, speciale connectie. Iemand leren kennen die je blindelings kunt vertrouwen. Ook al sta je daar misschien nog niet helemaal voor open met dat geblinddoekte, maar misschien komt dat vanzelf wel als je die persoon beter gaat leren kennen. Met de ridder van zwaarden ga je in ieder geval communiceren. Je gaat ook balans krijgen op het werkgebied. Misschien juist omdat je gaat communiceren daarover vanuit wijsheid. Misschien is het zelfs zo dat je gaat reizen. Dat je misschien op een andere locatie gaat werken. Of misschien ga je verhuizen, waardoor je moet gaan reizen naar je werk. Kan natuurlijk ook virtueel zijn, dat je veel online gaat werken en daardoor connecties hebt all over the world. In ieder geval, die communicatie is heel belangrijk. Dat wordt ook echt uitgelicht hier met die sparkle.
Je hebt heel veel wijsheid in je. Je wilt graag verder. Je hebt inspiratie. Je bent gedreven. Je wilt zowel verder op het gebied van liefde, maar ook op je werk. En ook spiritueel wil jij graag verder ontwikkelen en ontplooien. En dat zie je hier ook in terug. Je hebt ook heel veel passie met de koning van staven. Het kan zijn dat jij misschien ook wat vuur in je ascendant hebt. Of dat jij in verbinding staat met een vuurteken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. In ieder geval is er veel passie. Passie voor jezelf. Passie voor je spiritualiteit, passie voor die andere persoon, maar ook een passie in je werk. En je hebt een enorme charisma, daardoor trek je ook mensen aan. Makkelijk misschien ook om zo connecties te krijgen op zakelijk gebied, persoonlijk vlak. Misschien een grote vriendenkring. In ieder geval een geliefd, warm persoon. De koning van zwaarden, zoals ik net al over mijn lippen kreeg, tweeling zou kunnen, omdat dit natuurlijk voor luchtteken staat. Er kan een tweeling zijn, of misschien die weegschaal, want het is natuurlijk ook een luchtteken. Of een waterman, maar die zie ik zo 1, 2 en 3 hier niet, nog niet in terug. Daar zou jij graag een begin mee willen maken op het gebied van de liefde. Maar ik denk in beginsel dat je misschien alleen een berichtje stuurt. Je gaat nog niet over tot actie. Misschien komt dat omdat jij op werkgebied nog even wat meer stabiliteit wil krijgen en ontwikkelen voordat je daadwerkelijk verder gaat met die grote liefde. Spirit, wat is de tweede week de steenbok? Vraag nog twee kaarten, alstublieft. Dank u. Ja. Je hebt hier de schildknaap van bekers. Dus die liefde, of je dat nou wil of niet, die gaat er toch komen. Je gaat een berichtje van misschien een beetje een flirtberichtje sturen. Misschien begint het met een flirt, maar wordt het toch snel meer. Je wilt met de zes van zwaarden door. Naar wat stillere wateren. Nou ja, stille wateren hebben diepe gronden. Ik heb hier de maankaart. Je hebt diepe gevoelens voor deze persoon. Dit is ook wel de vis- of kreeftkaart. Dus... Op liefdesgebied komt het helemaal op orde. Je wil ook spirituele balans hebben met de gematigheidskaart. Dit is ook wel de boogschutterkaart. Het kan zijn dat je boogschutter in je ascendant hebt of dat je in connectie staat met een boogschutter. Misschien ken je wel een boogschutter die heel erg spiritueel is, die jou in balans kan brengen. Dat kan natuurlijk ook op spiritueel gebied. Dat gaat zeker lukken. Ik zie hier die vurigheid, die heb jij in je. Je hebt die passie in je. Je die drive voor het spirituele. Net als dat je ook die passie in je werk hebt. De gehangende. Dat is ook weer de viskaart. Dus zoals we daarnet bij de maankaart zagen. Je hebt
Ja, je bent ook een beetje bang. Je bent bang voor. Je voelt die heftigheid van deze connectie. Hè? We zagen zojuist die twee van bekers. Het gaat allemaal wat snel. Je wilt eigenlijk die stabiliteit opbouwen voor jezelf in het werk, voordat je zeg maar aan die liefde begon. Maar eigenlijk kwam toch de liefde op je pad, zonder dat je daar echt voor wilde gaan in eerste instantie. Je begon met flirten en je dacht van, nou ja, dat is leuk, maar ik richt me nu op mijn werk, op mijn stabiliteit. En uiteindelijk gaat het nu zo snel ontwikkelen dat je een beetje het gevoel hebt dat je ja, een beetje angst zo van, ga ik niet verstrikt raken in een relatie? Jij bent daar een beetje bang voor. Misschien het nodige meegemaakt op relatiegebied, dat je eigenlijk bang bent dat je een relatie al gelijk ziet als iets wat, waardoor je gebonden bent aan elkaar. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als je daar open over communiceert met de ander, kan je wel degelijk een serieuze relatie met elkaar hebben, zonder dat je je gebonden hoeft te voelen. Je kan elkaar natuurlijk gewoon vrij laten. En dat jij je vrijheid hebt om te werken, om jezelf te ontwikkelen, om aan je spiritualiteit te werken, etc. De Ridder van Staven. Jij bezit in ieder geval heel veel passie. Dus daar ontbreekt het niet aan. Je hebt veel passie voor deze persoon waar je liefde voor voelt. Ook al wil je dat niet echt laten merken, omdat je bang bent dat het meteen een zware geketende relatie gaat worden. Je hebt heel veel passie voor je werk. Heel veel passie ook voor de spiritualiteit, omdat je dat ook enorm boeit. En omdat je ook weet dat dat samengaat met het leven. Dat je dat niet los van het leven kunt zien. En ja, daar ben je heel erg in gedreven. Dus het gaat helemaal goed komen. Die pit zit erin bij de steenbok. Bedankt voor het kijken, lieve steenbok. Ik hoop dat dit gaat resoneren en dat je hier wat aan hebt gehad. Je mag dit filmpje liken, je mag het delen en je mag ook nog abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Als je het wel hebt gedaan, hartstikke bedankt daarvoor. En ik hoop dat je gauw weer terugkomt op mijn kanaal. Heel veel liefde en licht. Namaste.